Hoi, mijn naam is Lisanne de Vries en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik weer een soort lookbook video voor jullie maken, alleen dit keer een beetje anders. Ik had namelijk het idee om outfits van vroeger eigenlijk een beetje na te gaan doen. Nou, tenminste niet per se outfits, maar meer trends van vroeger, dat ik die ga combineren in outfits van nu. Het is namelijk zo dat heel veel dingen van vroeger gewoon weer terugkomen in de trends van nu. En ik was een beetje gaan kijken op Google en ik zag echt zoveel foto's met... ja, outfits die nu ook weer gewoon helemaal in zijn. En daarom leek het me leuk om een beetje de 80s, 90s, ja, misschien nog wel eerder, ik heb eigenlijk geen idee, outfits van toen gewoon na te gaan maken. Dus ben je benieuwd naar deze video? Abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Oké, nou wat ik in deze video precies ga doen is 5 trends, tenminste 5 outfits ga ik in ieder geval maken met verschillende trends van vroeger. In de meeste outfits zitten eigenlijk wel meerdere trends, dus ja, ik zag er zoveel. Ik dacht, dit moet ik gewoon combineren met elkaar, want ik vond ze eigenlijk allemaal heel erg leuk. En de eerste outfit die ik met jullie wil bespreken, die bevat 1 trend eigenlijk. En ja, het is er maar 1. Ik zit eventjes hier naar beneden te kijken, want daar staat het op. Ik vergeet het de hele tijd. En dat gaat namelijk om legerbroeken. Deze zag je vroeger echt superveel en ook echt van die hele baggy broeken. Ik denk dat dit vooral heel erg in was in de hip-hop danstijd. Ik weet niet precies wanneer het was, maar er waren toen ook echt heel veel van die films uitgekomen. Zoals Step Up en Honey. Ja, dat vond ik echt geweldige films. Maar daar droegen ze volgens mij ook allemaal van dat soort broeken. En ja, het waren ook eigenlijk allemaal hele lage broeken. Nou, daar heb ik niet echt naar gekeken. Ik heb meer gekeken naar gewoon... legerprint, want ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leger. Vroeger was het niet per se allemaal heel erg legerprint, maar ook van die ja, camouflage, nee, niet camouflage, van die ja, zandkleurige broeken of zo, die dan heel baggy waren met heel veel zakken. Ja, ik zelf vind het eigenlijk wel hele leuke broeken. En ik heb onlangs dus een legerbroek gekocht. Deze hebben jullie misschien wel kunnen zien in mijn vorige pashokjeshoplog, die ik in Londen had opgenomen. Want deze had ik hier gekocht namelijk. En ik ben echt verliefd op die broek. Echt, ik heb hem al heel vaak aangehad en elke keer... vind ik hem weer zo leuk en ik krijg er ook altijd complimentjes over. Dus ja, ik ben niet de enige die hem leuk vindt. Ja, mochten jullie trouwens benieuwd zijn waar alle items van komen. Die kun je natuurlijk weer vinden in mijn spot-account. Staan hieronder, leg ik volgens mij zo meteen ook nog even uit. Ik heb namelijk die outfits al gefilmd. Maakt niet uit. Ja, ondertussen hebben jullie ook al een paar plaatjes in beeld zien komen van de broeken van toen. Ik heb echt heel veel plaatjes bij elkaar gezocht van elke trends die ik kon vinden. Zodat jullie een beetje een beeld krijgen van hoe het er toen uitzag. Maar ja, in ieder geval, ik heb dus ook een outfit hiermee gemaakt. Laten we er maar gewoon naar gaan kijken. Nou, de allereerste outfit gaat dus over legerprintbroeken. Of in ieder geval van die ja, soort legerbroeken. En ja, de outfit die ik daarmee heb gemaakt, die hebben jullie wellicht al kunnen zien in mijn vorige pashokjeshoplog. Want daar had ik dit namelijk gekocht. Dat was in Londen. En ik vind het zelf echt een hele leuke outfit. En hij past echt precies bij deze trend van vroeger. Het gaat namelijk om deze outfit. Ja, deze broek die vind ik echt fantastisch. Deze komt van de Stradivarius. Die zal ik uiteraard weer in mijn spot-account linken. Dat heb ik de vorige keer in mijn vorige video allemaal uitgelegd. Mocht je dat niet hebben gezien, dan doe ik nu even een linkje hierboven in beeld naar de video van de vorige keer. Dan kun je daar het begin even van kijken, want daar leg ik dus alles over mijn spot-account uit. In ieder geval, deze broek die kun je daar dus op vinden, mocht je hem leuk vinden. Ik vind hem echt geweldig. Het is dus echt een lege print. En hij zit ook nog eens heel erg lekker. Het is een soort paperback broek, dus ja, zit echt heerlijk. En ik heb het dan gecombineerd met deze laarsjes. Deze komen van ASOS, zijn ook van ASOS eigen merk. Die kun je daar ook vinden op spot. Die zijn nog niet zo heel erg oud, dus ik denk dat ze die daar nog wel verkopen. Maar mocht het niet zo zijn, helaas, ik zou gewoon even op internet zoeken als je ze leuk vindt naar iets wat erop lijkt dan. En ik heb dit topje erbij gedaan. Deze komt ook van de Stradivarius. Dit had ik zo als setje bij elkaar gekocht. Dit soort topjes zie je nu heel erg veel, die gewoon hier recht zijn. Ja, je ziet nu eventjes mijn BH. Zo, dat is beter. Die dus hier recht zijn en dan met één zo'n bandje. En het is een beetje zo'n ripstofje. Ik weet niet of je dat kan zien. Maar hij zit ook heel erg lekker. Hij rekt ook lekker mee. Dus ja, dat is gewoon echt een topje die je overal mee kan dragen. Maar hier vind ik hem wel heel erg leuk bij staan. Dat maakt het echt een beetje een stoere outfit. Elke keer als ik dit aan heb, dan voel ik me een rapper of zo. Ik weet ook niet waarom. Maar ja, ik vind het dus echt een hele leuke outfit. Past precies bij de trend van vroeger. Ja, ik heb dus heel veel van dit soort broeken online gevonden. Dus ja, ik kon niet laten om deze er ook eventjes in mijn video bij te doen. Dus ja, dat was trend nummer 1. Nou, dan gaan we door naar outfit nummer 2. En deze bevat wel meerdere trends. Ik heb ze hieronder weer opgeschreven. Ja, het zijn er echt best wel veel. Ik kwam heel veel dingen tegen van vroeger met het ruitjespatroon. Dat verbaasde me eigenlijk heel erg. Omdat ik dacht dat dat echt iets van
veel vroeger was. Maar ja, in de jaren 80, 90 droegen ze dit dus ook gewoon heel erg veel. Ik zal nu weer een aantal fotootjes in beeld plaatsen, zodat jullie ook een beeld krijgen. Ja, natuurlijk is deze trend ook weer helemaal in op het moment. En ja, ik vind het zelf heel erg leuk. Ik heb er ook best wel veel dingen van. En ik heb dit denk ik ook wel echt in een leuke outfit gecombineerd, die wel typisch past bij de 90s of de 80s. Ik weet het verschil eigenlijk nooit. Ik vind alles 90s. Dus sorry als ik het verkeerd zeg. Daarbij heb ik ook nog twee andere trends, namelijk een crop top. Nou, deze is natuurlijk tegenwoordig ook echt niet meer te missen in je kledingkast. En dit was vroeger ook al zo, want ja, in de tijd van Britney Spears, Christina Aguilera, ja, werden ook heel veel crop tops gedragen. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Toen waren ze wel een beetje anders gecombineerd, omdat het vaak toen echt met van die heupbroeken gecombineerd werd. Dus dan zag je echt een flink stuk buik. En tegenwoordig is het maar een klein stukje buik, een beetje bescheiden of zo, wat je nog ziet. En zo heb ik het dan ook wel gecombineerd, omdat ik dat nu persoonlijk leuker vind. Maar het is natuurlijk wel echt een trend van vroeger die weer helemaal is teruggekomen. En de laatste trend die ik daarbij heb gecombineerd zijn denim jacks. Zijn spijkerjasjes. Nou, echt bijna op elke foto die ik van de 90s of 80s zie. Nou, echt bijna elke foto die ik van die tijd zie, die zit vol met spijkerjasjes. Want ja, dat was blijkbaar echt een hele grote trend. Sowieso denim was echt een grote trend vroeger. Niet alleen de spijkerjasjes, maar echt nog in veel meer verschillende dingen. Maar daar kom ik straks op. In ieder geval, spijkerjasjes, ja, je zag ze echt in alle soorten en maten. Ook in kleuren. In de 90s waren er natuurlijk heel veel verschillende kleurtjes. Toen was het ook een beetje, ja, dat gabber gebeuren. Dus met heel veel van die grote broeken en zo. En ja, gekleurde jasjes. Nou, dat heb ik eventjes niet in deze outfit gedaan, want daar heb ik gewoon niks van. Maar ja, spijkerjasjes zag je dus ook heel erg oversized, maar ook gewoon getailleerd. Ja, ik heb één spijkerjasje en die is inmiddels best wel oversized geworden, omdat ik hem heb gekocht toen ik iets dikker was. Dus die paste eigenlijk wel heel erg goed bij deze outfit. En ja, ik heb deze drie dingen dus gecombineerd in deze outfit en daar gaan we nu even naar kijken. Nou, zoals ik net dus al vertelde, zitten in deze outfit echt meerdere, ja, grote trends van vroeger. Zo onder andere namelijk een spijkerjasje, de crop top en het ruitjespatroon. Ik heb dit gecombineerd in één outfit. En eigenlijk hoort er nog wel een vierde bij, namelijk deze heftige schoenen. Want ja, de Spice Girls waren in de 90's natuurlijk ook helemaal in. En die droegen altijd van die heftige schoenen. Dus die heb ik hier ook maar eventjes bij aangetrokken. Ja, ik vind het weer echt een superleuke outfit. Ik vind het zo leuk dat alle trends van vroeger gewoon weer terugkomen. En ja, dat zie je ook wel echt in deze outfit. Dit is echt iets wat ze vroeger ook aan konden trekken. En nu is het ook gewoon weer heel erg leuk. Dus ja, ik vind dit echt een superleuke outfit. Ik heb het wel echt bloedheet nu, want het is vandaag maandag. En het is vandaag echt 28 graden hier of zo. Dus echt heel warm. Dus ik ga eventjes het spijkerjasje uitdoen. Hoe leuk ik het er ook bij vind staan. Want kijk nou, dit is toch fantastisch. Het is ook echt zo'n lekker oversized model. Omdat ik hem ooit heb gekocht toen ik nog een beetje dikker was. En ja, nu staat hij nog steeds eigenlijk wel heel erg leuk. Gewoon lekker oversized. Maar zonder is de outfit ook heel erg leuk. Ik zal hem heel even uitdoen. Eindelijk. Oké, nou, ik plak inmiddels echt aan alle kanten. Zo warm heb ik het. Maar goed, dit is de outfit zonder het jasje. En dan vind ik hem dus nog steeds heel erg leuk. Dit zou ik echt prima kunnen dragen wanneer ik uitga of zo. Wanneer het een zomerse avond is. Maar toch wel dat je een lange broek aan moet. Ja, ik vind het echt heel erg leuk staan. Deze broek heb ik van de winter gekocht bij de Topshop. Hij is helaas denk ik niet meer te koop. Maar mocht het wel zo zijn, dan kun je hem vinden op mijn Spot-account. En dit topje, die heb ik echt al heel lang geleden gekocht. Dus die is helaas ook niet meer te koop. Maar dit is echt zo'n simpel topje. Die verkopen ze echt overal wel. Deze is dan wel velvet, maar je kan ze makkelijk ook zonder velvet dragen natuurlijk. En die schoenen, ja, die zijn ook niet meer te koop. Lekkere outfit. Die zijn van de H&M ooit geweest. Het zijn best wel grove schoenen. Ik vind ze er wel leuk bij staan. Ik had het alleen wel nog leuker gevonden als die broek ietsje langer was. Maar ja, in principe maakt het niet zo heel veel uit. Ik vind het zo in ieder geval een hele leuke outfit. Echt weer iets wat nu helemaal terugkomt. Dus ja, dat is outfit nummer 2. Nou, ook de volgende outfit bevat weer meerdere trends van vroeger. De allereerste heb ik nu ook al iets van aan, namelijk haltertopjes. Nou, dit is ook wel echt een trend van vroeger. Vroeger droeg echt iedereen haltertopjes. En ja, tegenwoordig komt het ook weer een beetje terug. Het was een tijdje weer heel erg hip, inmiddels weer iets minder, maar nog steeds is het wel heel erg leuk. Ik vind het persoonlijk nog steeds heel erg leuk. Dit topje heb ik echt al een paar jaar, maar blijft leuk. En ja, deze heb ik dan ook gecombineerd in een outfit. Ik geloof niet in de volgende, maar die komt later nog wel. In ieder geval, haltertopjes, die waren vroeger dus helemaal in. Ik heb natuurlijk ook weer een paar fotootjes die ik ga laten zien. En ja, ik vind het zelf ook heel erg leuk. Ik vind het echt zo leuk dat al die trends van vroeger gewoon weer terugkomen. En daarbij heb ik gecombineerd een, weer iets denim, namelijk een rok. En deze is, ja,
tot ongeveer mijn knieën. Volgens mij zelfs nog ietsje langer. En dat is ook wel echt typisch iets van vroeger. Ja, toen ik deze kocht, jullie hebben dit ook al een keertje in een shoplog voorbij zien komen. Maar toen ik hem kocht, toen voelde ik mezelf meteen alsof ik weer terug in 90's kon. En dat vind ik nog steeds elke keer als ik het aan heb. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Juist omdat het wel echt typisch iets van vroeger is. Wat nu ook weer in de winkels hangt, vind ik het zo leuk. Dus ja, deze twee dingen heb ik met elkaar gecombineerd. Ik vind het zelf echt weer een hele leuke outfit geworden. Dus laten we er maar weer naar gaan kijken. Nou, dan alweer outfit nummer 3. En dat gaat ook weer om verschillende trends. Namelijk de haltertop. Ja, jullie hebben het natuurlijk allemaal al kunnen zien. En de midi rok. En dit is dan een denim midi rok. En die was vooral echt helemaal in vroeger. Ja, ik weet niet precies wanneer het was. Ik geloof de 80s, 90s, zoiets. Maar in ieder geval, iedereen droeg zo'n rok. Of in ieder geval een high-waisted denim iets. Een rok, een broek, maakt niet uit. Ze droegen het allemaal. En ja, deze rok die vind ik zelf echt super leuk. Ik zag hem en het deed me meteen denken aan, ja, vroeger, hoe mensen er vroeger allemaal bij liepen. Deze komt van de Zara. Ik vind hem heel erg leuk. Hij zit ook heel erg lekker. Er zit best wel veel stretch in. En door die split kan je ook makkelijk gewoon bewegen. En ik heb hem dus gecombineerd met dit haltertopje. En ik heb er eventjes een strapless BH onder gedaan die er doorheen ziet. Dus heel lelijk. Maar goed, let daar niet op. Normaal gesproken zou ik er even iets anders voor doen. Maar dit haltertopje die is helaas niet meer te koop. Deze kwam van de Bershka een paar jaar geleden. Maar die kan je nu echt overal kopen. Dus ja, ik zou zeggen, kijk gewoon eens bij de H&M als je zoiets leuks zoekt. De dreampje, dat is natuurlijk een Gucci lookalike. Ik heb hem gehouden. Ja, het is geen echte Gucci, maar ik vind hem wel heel erg leuk. En hij staat hier ook heel erg leuk bij. En als laatste heb ik er mijn fans bij gedaan. Deze heb ik net nieuw. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit zijn van die slip-ons. En ja, met een soort schaakbord erop. Ik vond er wel heel erg leuk bij staan. Dus ja, dat is deze outfit. Echt wel weer helemaal typisch van vroeger. Ik vind het heel erg leuk. Als ik er zo bij loop, dan voelt het echt alsof ik weer in de 90's ben of zo. Maar ja, ik vind het heel erg leuk. Laat even weten wat jullie hiervan vinden. En laat sowieso ook weer eventjes in de poll hierboven. Die komt waarschijnlijk aan het eind van deze video. Weten welke outfit jullie het allerleukst vonden. Ben ik altijd benieuwd naar. Nou, dan outfit nummer 4 alweer. Dit is ook wel echt eentje die ik heel erg leuk vind. Ja, toen ik deze aantrok bij elkaar. Toen dacht ik echt meteen, wauw, dit lijkt echt precies op de plaatjes die ik allemaal had opgezocht. Ik zou zo op een van die foto's kunnen staan. Het gaat namelijk om mom jeans. Ja, elke foto die ik zag van de 90's, daar had die vrouw of die man een mom jeans aan. Want ja, ook mannen droegen het toen heel erg veel. En ja, dat is natuurlijk echt iets van de laatste tijd wat weer helemaal terugkomt. Ik vind het zelf heel erg leuk. Ze zitten lekker, ze zijn lekker hoog vaak. En dat vind ik ook wel fijn, dan zag ik dat niet van mijn willen. En ja, wat ik dan vervolgens bij die mom jeans heb aangedaan is een t-shirt. Wat ik ook heel veel op die foto's zag was dat ze t-shirts erin droegen met een grote print of iets dergelijks. Dus ik heb gewoon het t-shirt gepakt met de grootste print uit mijn kast. En die heb ik erbij aangetrokken. En verder zag ik ook nog op een foto dat ze van die grove witte sneakers onderaan had. Dus dat heb ik er ook maar bij gedaan. Dus laten we gaan kijken naar de outfit nummer 4. Nou, de outfit die ik daarvan heb gemaakt, dat is deze. Ik zal hem gelijk laten zien. Dit is hem. Ja, deze broek, die hebben jullie al vaker voorbij kunnen zien komen. Deze komt van Chiquel. Dit is echt een super high-waisted mom jeans. En deze zit echt fantastisch. En hij heeft ook nog eens echt een hele mooie kleur. Hierboven heeft hij van die ruffles. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het staat ook leuk als je er gewoon een crop topje bij aandoet. Dat vind ik ook altijd wel schattig staan. Maar omdat dus heel veel mensen in die tijd altijd t-shirts met grote prints hierop droegen. Ja, dacht ik, het is wel leuk om deze erbij aan te trekken. Dit is ja t-shirt met de grootste print die ik heb. En ja, dit is dus wel echt typisch iets wat ze vroeger aan zouden doen. Als ik dit zo zie, dan vind ik ook dat ik echt wel in Saved by the Bell ga spelen. Zoiets met deze outfit. Dat was echt een serie die ik vroeger altijd op Nickelodeon keek. Laat even weten of jullie die ook altijd keken. Ik vond dat altijd heel leuk. In ieder geval, ja, dit is een Barbie shirt. Ook wel typisch iets uit de 90's, denk ik. En ja, deze broek die zit gewoon fantastisch. Ik heb er mijn Nike's bij aangetrokken. Want ik zag dus op een van de foto's die ik net al had laten zien, dat ze ook van die grove witte sneakers erbij aandroegen. Dus nou, dat komt mooi uit, want die heb ik ook. Dus die heb ik erbij aangetrokken. En ja, dan is dit deze outfit alweer. Outfit nummer 4. Ik vind het wederom weer een hele leuke outfit. Echt wel weer iets wat ik prima zou kunnen dragen overdag. Nu niet, want het is echt bloedheet. Dus ja, ik zweet me weer een ongeluk. Ik kan echt een zwembadje met mij vullen, denk ik. Maar ja, dat is deze. Ik ga het nu snel uittrekken. Nou, dan alweer de laatste outfit. Dat is outfit nummer 5. Deze vind ik zelf ook heel erg leuk. Deze draag ik best wel veel. En dit is zo'n print die iedereen inmiddels wel van mij kent dat ik die leuk vind. Het gaat namelijk om pantenprint natuurlijk. Ja, het kon gewoon niet mis in deze video. Ik was gewoon
90's en 80's outfits aan het zoeken van vroeger. En toen kwam ik dus best wel veel dingen tegen met paddenprint. Dus ja, dat kon absoluut niet ontbreken in mijn video. Dus dat heb ik er zeker in gedaan. Dat kon gewoon niet anders. En ik heb het gecombineerd met een andere trend. Namelijk flared pants. Ja, dat is ook echt typisch iets van vroeger. Wat de laatste jaren ook weer helemaal hip is geworden. En ja, ik heb deze twee dus gewoon weer gecombineerd in een outfit. Dus laten we gaan kijken. Nou, dan alweer de allerlaatste outfit van deze video. En deze heeft onder andere weer te maken met een haltertopje zoals je ziet. Dit is gewoon precies dezelfde als die witte van net. Alleen dan in het zwart. Dit vond ik wel heel erg leuk staan bij deze outfit. Want ik heb dus weer twee trends gecombineerd. Namelijk luipaardprint en flared pants. En zo hoorden jullie dat. Er waren even vogels heel hard aan het herrie maken. Maar in ieder geval, terug naar de outfit. Ja, dit is wat ik ervan heb gemaakt. Deze broek hebben jullie al veel vaker voorbij zien komen. Echt een van mijn lievelingsbroeken. Deze komt van de Kostus. Ik weet niet of die nog te koop is. Wederom zullen jullie dat wel weer zien in mijn spotaccount. In ieder geval, ja, dit is dus echt een geweldige broek. En hij komt dus van de Kostus. En het past dus precies bij de trend van vroeger. Namelijk flared. Ja, deze broek die is lekker losjes. En ja, luipaard, dat past ook echt precies bij de trend van vroeger. Zoals jullie net natuurlijk al hebben gezien. Ik heb heel veel fotootjes er weer ingezet. En ja, waar ik later eigenlijk ook nog het besef van kreeg, is dat dit ja, een beetje een lage broek is. Dat was vroeger ook helemaal in. En een navelpiercing, die was ook helemaal in vroeger. Dus ja, ik ben helemaal 90's nu. Ik vind mezelf echt weer prima erin passen. Dus ja, dat is deze outfit. En ik heb het verder gecombineerd met deze sandaaltjes. Deze zijn van ASOS. Die zijn nog wel te koop. Zal ik ook weer eventjes een linkje van in spot zetten. Dus ja, dat was alweer de laatste outfit. Nou, dan waren dit alweer alle outfits die ik voor jullie had voor deze keer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Dat jullie het idee een beetje grappig vonden. Ik vond het zelf heel erg leuk om ja, oude trends bij outfits van nu weer te zoeken. En ja, ik heb gewoon allemaal dingen gepakt uit mijn eigen kledingkast. Dus dat vind ik ook wel leuk. Alle trends van vroeger heb ik dus gewoon al in mijn kledingkast hangen. Tenminste, de trends die ik een beetje leuk vond natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat jullie het gewoon weer leuk vonden. Laat even weten of jullie dit een leuke video vonden in de poll hierboven of hier. Ik weet nog steeds niet. En ja, dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Doeg!